Hoe kan ik effectief regenwater opvangen in de tuin? Dit en deze vragen behandel ik in deze video. Welkom bij Doorspitters. Regenwater opslaan in je tuin. Nou, we kennen natuurlijk allemaal de regenton. Dat heb je in allerlei verschillende vormen en maten. Het is wel belangrijk dat je daar een standaard bij gebruikt, zodat je je kraantje goed kan bedienen. Naast de regenton hebben we ook de Rain Block. Een beetje een aparte vorm. Dat komt omdat die is gemaakt om tegen je gevel aan te plaatsen of als afscheiding met je buren. Daarnaast is het een heel groot blok, 165 liter water. En je kan hem stapelen en hem dus daarmee vergroten in zowel de hoogte als de breedte. Hij wordt hetzelfde aangesloten als een regenton en natuurlijk ook ruimte voor een kraantje. En zo kun je extra veel water opslaan voor een duurzame bewatering van je tuin. Hoe voorkom ik wateroverlast in mijn tuin? Een van die producten is bijvoorbeeld de drainagebuis. Die graaf je in de tuin en al je overtollige water van plassen, die trekken in die buis en worden geleidelijk weer opgenomen door de grond. Een ander product wat ik je wil laten zien, die staan hier, dat zijn de hydroblobs. Een hydroblob is eigenlijk een hele grote spons die je overal kan ingraven in de tuin, om je terras, onder je op- en afrit. En die neemt dus het water op in deze spons. En zodra de grond er klaar voor is, geeft hij dat langzaamaan weer terug. Dat is niet alleen goed voor je grondwaterpeil, het werkt ook nog eens tegen je wateroverlast. Hoe kan ik op een duurzame wijze mijn terras bestraten? En er zijn natuurlijk verschillende opties. Zo kun je dat doen met houten vlondertegels, maar je kan ook bestraten. En bestraten is eigenlijk niet duurzaam, dus daarom was ik best wel sceptisch over de volgende oplossing, namelijk waterdoorlatende tegels. Ik heb hier eentje liggen. Dat zijn deze. Dit is een waterdoorlatende tegel. Je kunt zien dat die best open van structuur is en dat het water dus heel makkelijk hier doorheen kan sijpelen. Nou, ik ga het je nu even demonstreren. Zoals je kan zien loopt het water er heel goed doorheen en is het dus een duurzaam alternatief voor een reguliere bestrating. Leuk dat je keek naar Doorspitters. Heb je nog vragen? Zet ze in de comments. Tot de volgende keer.